Keren op de weg kan op verschillende manieren. Binnen de bebouwde kom hoef je niet te keren. Daar heb je zijstraten, daar heb je rotondes. Buiten de bebouwde kom, op een provinciale weg zoals wij nu rijden, daar heb je wel eens dat je lang geen zijstraat uitrit van de boerderij krijgt en dat je eigenlijk wil keren. Doe dat dan niet in 3 keer zoals geleerd voor het rijbewijs, want dat betekent 3 keer dwars staan op de weg en 3 keer slecht verlicht en 3 keer gevaar lopen. Stop aan de linkerzijde van de weg, 1 meter uit de kant. Want als je begint met keren is het vrij, dus je kan makkelijk in tegen de rijrichting instoppen. Rij achteruit, stuur een klein beetje in, zodat die neus omgaat en dan alles in. Zo gaat de neus niet in de berm en blijft de aandrijving uit de berm. Wacht tot de auto op 90 graden staat en draai hem dan helemaal terug. En keer zonder dat je wiel in de berm komt, keurig netjes in 2 keer de auto om. Veel veiliger, want de auto is aan de zijkant slecht verlicht, slecht zichtbaar. Dus hoe minder je dwars op de weg staat, hoe veiliger het wordt.